daarna hopen we dat ze doorstromen naar de vereniging. En bij Die Hagen, waar ik gedetacheerd ben, daar zo bieden we ook springturnen aan. En die turnen één keer, of die trainen één keer bij je zegbroek. En als je goed genoeg bent, ga je naar de selectie. En dan train je ook hier in de turnhal. Dus zo hopen we ze warm te maken om daar naartoe te komen. Voor de motoriek van de kinderen zijn eigenlijk met hun hele lichaam bezig, waardoor ze hun lichaam onder controle krijgen. En ook heel belangrijk is dat ze zelfvertrouwen erdoor krijgen. Want ze gaan iets aanleren en dan merken dat ze het kunnen. En dan denken ze, hé, ik kan het. Daardoor gaat hun zelfvertrouwen steeds meer omhoog. Het is een hele grote hal en dat heeft heel veel mogelijkheden om te bewegen met leerlingen. Sinds anderhalf jaar ongeveer wordt de turnhal ook verhuurd aan middelbare scholen. In de ochtend- en middaguren staat de turnhal leeg. En daardoor bieden we het aan dat je met je middelbare school, met je leerlingen of basisschool, hier naartoe kan komen. En in plaats van de gymles, dan hier de les kan geven. Nou, wat jullie zien, trampolines, balken, rekstokken. Je kan van alles met ze doen. De mogelijkheden zijn er zat. Als je het wil, dan kan je altijd een kijkje nemen op de website van de turnhal. www.turnhaldenhaag.com. We proberen leerlingen enthousiast te krijgen voor extra te sporten, vooral in de vrije tijd. En vandaar dat we activiteiten organiseren die ook met name voor de meiden gericht zijn. Turn is daar natuurlijk één van. Niet dat de heren niet welkom zijn. Vandaar dat we dit voor het eerst nu aan het turnen zijn. Het is een periode van 12 weken. En we proberen de leerlingen zoveel mogelijk van het turnen mee te geven. En tot nu toe werkt dat best wel aardig. De leerlingen heel erg snel vooruit gaan in allerlei onderdelen, balk, springen, tumblingbaan, van alles. En dat gaat echt heel hard. En vanuit de leerlingen vragen we ook wat ze nou leuk vinden om te doen en dat proberen we ook op aan te sluiten. Bij de turnvereniging hebben we ook springturnen en dat is eigenlijk een beetje zoals wat we met die trampolines allemaal doen. Zo, einde.